Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generations. Jullie zagen me even naar de zijkant kijken omdat ik heel even mijn timer moest zoeken. Het begint nu in! Sander, hoe is het? Ja, zo'n gangetje. Ik heb een comment, maar ik weet nog niet welke, want Rosalina zit weer allemaal shit te lullen over de domes en zo. Nou, crazy. Het eind van vorige aflevering moest ik nodig naar de wc. Dat heb ik net gedaan en het was lekker. Oké. Het was niet wat jij met je wc doet, maar... Ja, misschien hou je hem wel heel schoon. Dan I don't wel. Be snapping you. Ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen vorm van lekker. Dat is zeer zeker waring. Daredevil gaan we niet doen. Die ken ik. Oké, onthouden. Wit, Daredevil gaan we niet doen. Nee, dan ga ik... Waarom ga ik weer terug? Ik ben crazy. Durf jij geen Daredevil in? Ik durf het wel. Ik doe het alleen niet. Want het is alleen echt gewoon niet nodig. Ja, maar als helemaal bij die... Ik weet, dat is bij die Boo level. Dus daar ben ik ook gewoon niet goed in. Ja, maar die met Daredevil, dat is wel een dingetje hoor. En niet positief in. Yo, zei je natief is? Wat? Positief in? Oh lol, Secret Stair incoming, kabooming. Dat was een makkelijke. Needs expressing, dat is gewoon een gratis ster voor niksing. Gratis ster voor niksing. Krusty Garden, oh, dat is met die... Ja. Ja, daarvan zijn de controls pittig kut. Nou, niet per se kut, maar gewoon onlogisch. Ja, maar dat had ik laatst bij een ook. Oké. Ja. Oh, deze. Yo, Benny. Bunny. Oh, Bunny. Ja. Oh, waarom druk ik op plusje? Dat weet ik niet. Oh, dat is wel lastig dat jij dat niet weet. Nee, nu ga ik sowieso verliezen. Verliezing. Ja, ik wist niet hoe de controls werkten. Ja, dat is een pittige kut, ja. En nu val ik gewoon oneindig naar beneden. Oh, niet oneindig. Nou, dat mag ook wel. Maar dat was heel raar. Ik weet ook niet hoe je er vanaf gaat. Maar... Nou, daar kwam ik wel snel achter. Omdat ik elke keer op het vanaf gaan knopje drukte. In plaats van op het vliegknopje. Wat is het? Oh, ah. Ik dacht van, dat lijkt me toch een veel logischere knop, zeg maar. Money! Ik had op zich wel verwacht, spel. Omdat op de Wii wilden ze alles met shaking doen. En dit is wel zo'n ding wat met shaking te maken heeft. Of nou ja, wat je erin zou kunnen verwerken. Als je crazy in bent. En dat zijn ze bij Nintendo in. Dat loopt in. Oei. Oh, ik heb de hikking. Kabooming. Oh, dit is niet zo eentje die zo doet. Oh, deze wel. Kijk, dat zocht ik. Nou, jij zocht een blup en je krijgt een blup. Ja, alleen ik had de verkeerde. In mining. In mining? Master mining. Minding crafting? Dat ken ik. Dat is van die Pokémonen. Pixelmanen bedoel ik. Ik wil wel zeggen. Ja, wou je wat zeggen? Wacht. Zeg dan. Sandring is weer een vermoeiend ding. Je bent pas... Even denken hoor. Je bent pas 34 of 35 afleveringen vermoeiend in deze serie.
Dan is het goed. Dan wat zeur je dan, bitch? Wow. Noem je me nou gewoon een bitch? Wat? Nee. Wat? Nee? Zou ik dat niet durven? I don't show durving. Oh. Hij wel van die stiekels, dus waarschijnlijk moet ik hem echt zo, boem, en dan boem. Oh. Nee. Jezus, wat ben ik schreeuw. Mhm. Nou, je hoeft het ook weer niet te bevestigen. Oh. Mag wel. Dat is nooit goed, hè? Geef ik hem een keer gelijk. Mag wel. Geef ik hem een keer gelijk voor het eerst van zijn leven. Ik zeg alleen dat het niet per se hoeft. En jij wordt meteen heel woest en je gaat meteen haten en zo. Nou, ja, rustig, gast. Heel woest en drekkelijk zijn er niet. Ja, dat ben ik. Dat klopt. Huh? Wie had het hier over jou? Nou, jij, dat moet wel, want je zei woest aantrekkelijk. En ik kan maar één iemand bedenken in deze call wie woest aantrekkelijk is. Dat ben ik, Ing. Ja, ik ja. Maar voor jou is het dus jij dan, hè? Dat weet je. Je bent niet leaving. Wat? Nee, we zijn eigenlijk alle twee woest aantrekkelijk natuurlijk. Maar... Mm-hmm. Hoe krijg je die konijn? Moet je daar een speciale trick voor doen? Of nee, kun je moet gewoon goed lopen? Zijn in het spelling. Ik heb toch het gevoel... Oh, nevermind. Alsof ik hem niet inhaal, wou ik zeggen. Maar toen haalde ik hem in. Hoi en ook. Toen haalde ik hem. Magische poedering? Ja. Ja, binnenkort wel weer halen. Want ik heb het al zoveel gebruikt in deze series. Echt hoor. En we weten de laatste keer toen hij op was wat er toen gebeurde. Dat was crazy. Yo, 25 sterren? Milan heeft ondertussen al 50, maar... Nee. Ja. Dat is een leugen, Sandring. Hoeveel dan? 32. Oh, ik dacht dat je wel gaat zeggen 52. Dat zal leuk zijn. Yo, ik wat? Ik bedoel, ik heb nu al meer sterren dan jij in Sunshine. Besef. Ja, maar bij mij ging het bij Sunshine ook echt wel slecht. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik die game één keer gespeeld heb. Kijk, jij weet bij elk dingetje waarschijnlijk direct van, oh ja, je moet dat doen. En ja. Van één keer weet ik dat niet. En dit is... Voor deze game is het voor de beginleveltjes misschien niet de eerste keer, zeg maar voor latere leveltjes sowieso wel. Maar maar ik moet wel zeggen, bij deze game is het heel zelden zo dat ik niet weet wat ik moet doen. Ah, kut, ik had er niet om moeten pakken. Want ze zijn hier wel altijd heel erg duidelijk in wat je moet doen. Ja. Ja, het is een beetje, je kunt maar één kant op en als je niet één kant op kunt, dan is het een geheimpje. Geheime tunnel. Nee, geheime ster, volgens mij. Ja, mag maar, ja. Ik krijg zo meteen zo'n nieuwe power-upping. Crazy. Power-upping, 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 power-upping. Ik weet ook niet of je al die vraagtekenblokken... Nee, dat had niet hoeven. Ga ik dit halen? Ga ik dit halen? Mario, haal het even. Dank je. Dat werkt. Ik moet gewoon vaak je dat zeggen. Yo, waar is mijn power-upping nou dan? Dan moet ik zeker weer die vraagteken muntje packing. Aha, loser boy. Nee, oh. Niet jij. Niet jij. Ik bedoel de Monty Mauling. Monty Mauling? Ik weet niet of het een Monty was. Het was sowieso een mol, maar of het een Monty was? Was het Phrasia? Phrasia. Ik heb wel een Pokémon ook naar Phrasia genoemd. Echt? Dat is ja, is mijn shame in. Oh, wacht. Spoiler. Nee, want Phrasia is schijnbaar ook een bloem. Een bloem, dat klopt, ja. Ja. Dus toen dacht ik aan shame in. Hoezo waarschijnlijk eigenlijk? Schijnbaar bedoel ik. Zei ik waarschijnlijk? Schijnbaar. Nou ja,
schijnbaar, dat kan ook. Maar hoezo schijnbaar? Want je, waarom heb je hem anders Freesia genoemd? Nee, ja, ik bedoelde meer van, daar kwam ik ook pas achter nadat een of andere hint van een guy of zo. Iemand had zo'n hint van naar Freesia, want dat was dan ook. Zag ik op internet. Vast wel weer zo'n hele ver gezochte. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Je kunt Wie is de Moling ook niet blamen daarvoor, want ja, ze kunnen het ook niet makkelijk maken. Nee, daarom, maar ik bedoel meer van, de mensen zijn, mensen zijn, doen het vergezocht, zeg maar. Ja, maar dat komt ook omdat ze wel moeten, want Wie is de Mol doet het, heeft ook hele vergezochte hints. Ja, dat is waar. Weet je nog dat ene seizoen dat je dingen in reverse moest afspelen om dan de molnaam te kunnen horen? What the fuck? Is dat echt nog een hint? Nee, niet echt. De verborgen hints waren echt leuk vroeger. Ik vond toen met dat seizoen met Dennis Wening, seizoen 2008, daar vond ik de verborgen hints echt vet. Daar waren het echt dan verborgen hints waar je echt iets mee kon, zeg maar. Maar dat was wel te doen, zeg maar. Ja, dat was wel te doen. Dat was niet dat het te makkelijk was dan ook. Nee. Dat vond ik zeker niet. Dan wil ik niet zeggen dat als ze het een tikkeltje makkelijker maken, dat het meteen te makkelijk is. Nou, het probleem is, op het moment dat je het makkelijk maakt, zoals toen met Klaas van Kruijsten, hij was dus een van de beste mollen ooit, zeg maar. Alleen omdat ze dus echt de fout hadden gemaakt, zeg maar, met de montage, werd hij daardoor fucking hard genaaid. Maar daarom denk ik ook dat Kim de Jan het nu niet is. Als in, ze gaan nooit dezelfde fout maken. Als in, nee, Klaas van Kruijsten werd toen zo erg verdacht door die hints. Ze gaan, ja, gaan ze nooit doen. Ik bedoel, ik denk dat ze letterlijk gewoon dachten, oké, wie is het? Waarschijnlijk kennen de meeste mensen. Nou, dat zal Kim de Jan zijn, want die heeft toen met Soep meegedaan, volgens mij, of nee, zo. Nee. En zij met is Kids Top 20 of zo. Ja, ze heeft niet met Soep meegedaan, maar zij is echt niet de meest bekende van diegenen die meededen, hoor. Nou, bekend dan, ik bedoel, geen haat naar kandidaten, maar ik denk dat Everon is sowieso bekender. Hoe heet het? Freesia is veel bekender doordat ze nu heel veel op tv is. Freesia is bekend door Wie is de Mol, toch? Ik bedoel, het is niet alsof iemand zoiets had van, oh, Freesia, nee, die ken ik. Jawel, ik 100%. Maar echt? Samen met de rest van Nederland. Freesia is nu veel relevanter dan dat een Kim Lian is. Die heeft vroeger, 20 jaar geleden, was ze presentatrice bij Fox Kids. Daarna heeft ze nooit meer wat gedaan, hè. Ja, nou, ja, maar waar ligt het publiek van de tv? Bij vroeger. Hm. Niet per se, want hoe heet het? Nou, weet je, die en Everon, die was toen bekend en die is nog steeds bekend, zeg maar. Die speelt in de langslopende soap van Nederland. Dus die is echt wel bekende. Ja, maar het is niet alsof iemand dat nog kijkt, toch? Ik bedoel, ik wil Jan op tv is. Snap je? Ik wil niet haten naar GTST, maar volgens mij is er echt geen hond die daar naar kijkt. Ik hoor echt niemand van, oh ja, GTST is op tv, maar nee, maar dat komt ook met de mensen waarmee wij omgaan, dat we dat niet weten, maar hoe heet het? Everon is sowieso bekender dan Kim Lian, maar Freesia die komt gewoon dagelijks op tv, hè? Nou, ik denk, eerlijk gezegd, maar zo'n Thomas van Luijn, weet je hoe bekend die is? Nee. Ja, die is fucking bekend. Ik ken hem echt niemand, eigenlijk. Oh, ja. Ik kende iedereen. Ik kende Letitia, kende ik niet. Terwijl die ook gewoon vaak op tv is. Op zich wel. Ja, terwijl die ook gewoon bij Maestro ook vaak op tv is. En Maestro. Dat is dat programma waar gewone normale mensen, of nee, bekende Nederlanders wel, maar dat die gaan proberen, hoe noem je dat nou? Dirigent te worden. Best grappig. Bram Krik heeft er ook aan meegedaan. Zeg maar niks.
Maar Kimlian is verder van de bekendste die mee heeft gedaan. Zo'n Glenfaria, die is toch ook veel bekender dan dat een Kimlian is? Ik denk onder de jongeren wel, maar toen ik hem voor het eerst bij The Great Escape zag, of hoe heet dat? Van, The Big Escape, ja. Big Escape. Toen kende ik hem ook niet hoor. Nou, dat komt omdat ik niet in die muziek zit, maar ik denk daarom dus onder de jongeren, ja, dat hij veel bekender is, maar ik denk... Ja, maar zo'n Kimlian, ja, maar zo'n Kimlian is alleen maar voor onze generatie die toevallig Volkskids hebben gekeken vroeger. Bekend. Want verder zijn nergens bekend van, zeg maar. Dus zij is juist... Ik denk dat... Nou, ze zal niet de minst bekend zijn van allemaal, maar ze is zeker niet de meest bekend van allemaal. Oké. Okay. Ik denk dat Sahil misschien dan nog wel, als ik het zo hoor, dat Sahil de minst bekend. Ja, ben ik het ook niet mee eens, maar... Nee? Wie nee. dan? Wie denk je dan? Ik moet heel even... ik denk dat zo'n Suzanne Kleeman, zeg maar, dat die best wel onbekend is voor veel mensen. Ja, ik kan er niet echt makkelijk over meepraten, want voor mij was nogmaals iedereen onbekend. Ja, ja. Ik kende echt bijna iedereen. Die Suzanne Kleeman kende ik ook wel, maar eigenlijk alleen van gezicht. Nou, die hoeft hij ook niet echt te kennen voor dit seizoen. ik bedoel zo'n Welmoed, die is dagelijks... Welmoed, ja, daar kwam ik ook laatst achter. Dat die is gewoon... Die is gewoon dagelijks op tv, hè? Bij Goedemorgen Nederland of zo? Nee, bij Op1 geloof ik. Oh, ja. Nee, die kende ik ook niet van tevoren. Maar dat is echt een van de weinigen, want ik kende er wel veel. Maar Freesia was voor mij echt meteen van... Wow, fucking vet. Freesia doet mee. Dat kan ik je nog laten zien in die groepsapp van die ik met mijn moeder en mijn zusje heb. Mijn zusje en ik tegelijk van... Wat, Freesia doet mee? Oké, okay, ja, ik wist niet dat zij bekend was. Nou ja, natuurlijk is ze bekend, want ze zit er niet aan mee. Kutzooi. Hoe heb ik zoveel moeite met deze bos? Dit hoort niet moeilijk te zijn. Maar goed, waar hadden we het over? Ik ben compleet kwijt waar we het over hadden. Maar dat maakt niet uit. Kut, tyfus, kut. Oh ja, over dat... jij zegt dat er iets van aanwijzingen naar dingen was? Naar... Maar ja, dat vind ik ook... Je zijn naar iedereen aanwijzingen, zeg het maar. Ja, sinds... Eigenlijk sinds toen met Klaas dat het echt helemaal fout is gegaan, zeg maar. Kijk ik eigenlijk niet meer naar hints. Eerst deed ik er wel tijd. Je had zo, misschien ken jij hem wel, zo'n gast die heette Yuri. En die had de Wie is de Mol podcast op YouTube. En hij maakte wel echt leuke video's. Nee, dat zeg maar zo. Hier, dit was toch niet zo moeilijk? Waarom heb ik hier twee keer op gefaald? What the fuck? Nu doe ik het gewoon easy claps. Jezus. Nou, dit was de aflevering zo'n beetje. Nice. Waarom is er een vraagteken in deze galaxy? Dat vinden vraagtekens cool. Raar. 6 minuten nog. Ja, maar bij Dusty Garden zou ik ook niet per se denken... Oh ja, daar hebben we een... Een eiland. Een galaxy geshaped als een vraagteken. Ja, dat is logisch. Doe dat dan bij de Puzzle Galaxy of de Professor Layton Galaxy. Ik wou het ook zeggen. Kijk, we thinking on inlining. Wij zijn van die coole boys. Nou, ik wil een coole boy spelen, Professor Layton. Echt hoor. En pet je af. Nou, snap je hem? Hij was helemaal niet zo heel grappig. Krijgt elke puzzel. Zoals een echte heer betaamt. Echt hoor. Miauw, 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 miauw. Woef, 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 woef. Miauw, 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 miauw.
Boef, 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 boef. Woef? Ja. Use an honey? It's an honey? Zou je mij niet zeggen dat je meer van honden houdt dan van katten? Voor de mensen... Er staat een superleuke TikTok op mijn kanaal. Zieke zelfpromo. Nee, er is dus één stukje in Super Seducer. En dan kun je dus vragen of de desbetreffende chick of die van katten houdt. Ik bedoel de desbetreffende jonge dame. Van katten houdt. En ja, ik heb daar een grapje op gemaakt. Miauwing. Dusty Dune Galaxy. Boom. I do be loving the catting. Oeh, deze guy is helemaal goud. Heel ziek. Zou daar een ster in zitten? Nou, die ga je sowieso niet kunnen kapot maken natuurlijk. Ik denk wel dat er een ster in zit, want waarom is een chain jump en pom pom pink goud? Die ster nog. Je kreeg toch zo'n ster voordat je naar dat eiland ging. Zo'n rainbow star. Nee, dat is wel niet. Dan heb je iets niet goed gedaan. Ik weet nog waarom ik dit zo'n kut landje vond. Welke? Dusty Dune Galaxy. Hoe dan? Ik werd niet eens geraakt. Nou, dat is waarschijnlijk dan dus niet waar, maar... Oh. Nou, ik weet al zo. Oké. Dus, hoe gaat het met Mylan? Dooding, ik ben zo'n Dusty Dune Galaxy in aan het doen. Ik dacht dat je net zei dat je die helemaal niks aan vond. Die vind ik ook helemaal niks aan. Maar ik ben maar dan hoef oh, maar dan gaat het nog steeds. Ik ben nog goed. Niet zo'n pessimist dat het dan meteen slecht gaat met me. Oké, helemaal. Dat doe ik niet moeilijk over. Nou. Oké. Okay. Ga jij maar weer bepalen wat ik vind. Oké. Okay. Als je dat maar door hebt. Nou, ik ga ook nooit meer met hem opnemen. Wow, meteen die haat. Ja, ik wil gewoon mijn eigen mening hebben. Ik wil gewoon mijn eigen mening hebben, gast. Then you have pegging. Sorry hoor, Rusland, meneer Poetin. Sorry that I have my eigen mening. Ik wist niet dat you had a cunning tiger. Nee, ik wil zeggen dat je daar niet tegenkomt. Anders had ik het natuurlijk nooit gedaan. Nou, dat is niet waar trouwens. Dat is niet waar. I do have my eigen mening. And I'm not gonna stand backing for it. Jij bent zo vermoeiend. Dat is niet waar. Dat kan niet. Zeer zeker waar. Dat is niet waar. Oh, lol, dat is echt een tu-tu-tu-tu. Wat nu? Kan ik niet gewoon even zo'n blauwe shield en dan kan ik die op Milan gooien en misschien dat ik hem dan wel inhaal? Nee. Want daarvoor moet je ook nog gewoon me inhalen, hè? Het is niet dat je met een blauwe shield meteen... Nee, maar ik krijg wel eventjes... Dan kan je wel 17 miljoen blauwe shields en heb je me nog niet ingehaald, ding. Ja, ik heb anders wel 27 staring. Nou, ik ben trotting op jou. Oké. Okay. Oké.
Ik heb 34. Zal het wel zo zijn. Dat klopt, ja. Dat is namelijk hoe het hele leven werkt. Als ik het zeg, dan zal het zo zijn. De tijd is om. Oh. Ja, ik denk dat dit niet telt. Freeze flame. Nee. Ik ga wel eventjes eruit. Zo. Dan, ja, moet ik je ben op mij wachten. Ja. What the fuck. Altijd weer hetzelfde, hè. Altijd hetzelfde. Houd je vuile bek dicht. Altijd dezelfde. We wachten altijd weer op dezelfde. En dan ook nog leugingen tegen mij. Nee, dat is toch de waarheid? Nee. Nou, ik heb ook wel eens gewacht op jou. Dat is nooit gebeurd. Sander, you mag not league in. Dat is sowieso wel één keer gebeurd. Oké, één keer. Eerste clip. Nee. Dat is wel leuk, nu moet jij het editen. Ja, daarom dat ga je toch niet doen. Ga je toch niet doen, dus. Minder deze niet. Oh, ik ging bijna doding. Sander. Marine. Ai. Ai. Sommige levels zijn minder poging. Dit is zo'n leveling. Niet omdat die moeilijk is, maar omdat die lang duurt. Dat is een exactly dusty duning. De betekening dat het voor mij extra langing duurde. Waarom werken sommige mechanics niet als je ze nodig hebt, zoals wall jumps en zo? Omdat de game je haat. Oh ja, dat seems legit. Weet ik. Sandering, ik zie een staring. Je mag hem ook pakken. Mag dat? Hoort het bij de game? Moet zelfs. Als je hem nu niet pakt, dan ga ik. Ik heb hem al. Okay. Ik dacht, ik wil niet dat jij heel woest wordt. Nou, dat wou ik misschien niet eens. Nee, maar gewoon ter voorbereiding. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander een coole jongen? Ga naar zijn kanaal. Hier staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.